Een hele goede morgen. We wachten nog even op dat er een paar mensen in zitten en meekijken. Een hele goede morgen, zaterdag. Deze dag, morgen, is er een conferentie van onze grote vriend Mark Rutte. Die is in Rotterdam. Dat is bij de Van Nelle fabriek. In Rotterdam. Daar heeft hij een hele conferentie klaarstaan. Dat gaat over de asielwet, waarin eigenlijk afgesproken is binnen de VVD dat zij deze wet niet gingen toelaten. Nou, wat is er gebeurd? Meneer De Huigelaar heeft het toch toegekend dat hij deze wet gaat toelaten en het onderdeel wordt van onze maatschappij. Dat houdt in dat de mensen gedwongen kunnen worden, bedrijven, instanties gedwongen kunnen worden om hun pand af te staan ter behoeve van asielzoekers. Nou wil het feit dat we hier in Nederland een enorm huizentekort hebben en dat we al jaren geen kant op kunnen en dat dat gewoon een beleid is van 40 jaar en de afgelopen 12 jaar onze grote vriend Rutte. Ik was van mening dat daar iets tegenover moest komen te staan. Dus ik heb een demo aangevraagd op locatie bij hun recht voor de deur, met banners, met geluid, met megafoons. Iedereen is welkom. Ik wil ook nog even benoemen dat de 19e november om 6 uur WWD een fakkeltocht heeft georganiseerd in Amsterdam op de Dam. Daar zullen wij ook bij aanwezig zijn. Maar weet je, deze kans om de heer Rutte even de twee vingers zo op te steken, die hebben we nu. Dus ik had zoiets van, weet je, doe het gewoon. Iedereen is welkom. We beginnen om 9 uur. Wel wat vroeg. Waarom zo vroeg? Om 9 uur is de aanvang van alle VVD-leden, dus die zullen dan langs ons heen moeten komen rijden. Daarin zullen wij ons laten horen. Om 9:30 aanstaande, of 9:30 zaterdag, heeft meneer zijn praatje tegenover alle VVD-leden. Laten we dat moment nou precies pakken om gewoon keihard ons te laten horen. En weet je, dit figuur die al 12 jaar ons land naar de kloot aan het helpen is even duidelijk te maken dat hij eruit moet. En dat die VVD'ers, al die leden, daar op dat moment ook de mogelijkheid toe hebben om dat voor Nederland te realiseren. Want op het moment dat hij afgeschoten wordt wat betreft zijn plannen, dan zal hij dat moeten gaan doorvoeren. Dan zal hij een stand moeten gaan nemen. En dat houdt in dat het kabinet Rutte 4 zal vallen. Daar kunnen wij een hand in hebben. Althans, zo zie ik dat. Dus ik nodig jullie allemaal uit. Zoveel als mogelijk. Zoveel als mogelijk mensen. Om 9 uur bij de Van Nelle fabriek in Rotterdam. En wij zullen daar een duidelijk statement maken naar de VVD en naar de heer Rutte, onze premier. Nou, het is niet mijn premier, hè, want ik, we zitten het netjes houden, maar meneer heeft mij een rechtszaak aan mijn broek gedaan, omdat ik een gesprekje met hem wilde hebben. Nou, die slampamper, die is dus blijkbaar zo bang voor mensen die toch wel de dialoog proberen aan te gaan met iemand die klaarblijkelijk niet de dialoog aan wil gaan met mensen die hier in Nederland klaar zijn met zijn beleid. Daarom, nogmaals, nodig jullie allemaal uit. 9 uur, de Van Nelle fabriek in Rotterdam. Zullen wij een statement maken van Nederland in opstand naar de VVD en naar Rutte. Ik hoop een hoop mensen daar te zien. En nogmaals wil ik ook benoemen dat er 's avonds om 6 uur wordt verzameld op de Dam. En dat er om 7 uur gestart wordt met een fakkeltocht georganiseerd door WWD in Amsterdam op de Dam. Daarvoor kunnen jullie terecht in Rotterdam als jullie willen. Met een leuk statement naar onze grote vrienden de VVD en Mark Rutte. Tot dan. En ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend. Anders. Ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend toe. En ik hoop jullie morgen te zien. Tot dan. Hoi hoi.